Schermerverzekeringen. Hoe komen jullie aan de naam Schermer? Mijn opa en oma Arend en Antje Schermer zijn de bedrijven opgestart. In de 50 jaar terug. En daarom heet het Schermer Verzekeringen. Het heeft nooit anders geheten. Ja, die zijn toen gestopt met het bedrijf? Of is er wat anders gebeurd? Zij zijn, toen mijn vader en moeder 24 waren, in de jaren 80 zijn zij in één keer verongelukt. En daar hebben mijn ouders het bedrijf overgenomen. Die waren toen nog jong? Ja, zeker. 24, ja. Ja. En waarom zijn jullie verhuisd? We zijn verhuisd om een aantal redenen. Een van de redenen is dat het gewoon te klein was op de kerkweg in Venhuizen. We zijn wel gekozen voor een wat grotere locatie. We hebben nu twee ruime spreekkamers. En ook veel grotere werkplekken zijn hier. We zitten prachtig mooi in het centrum. Dichtbij hem en dichtbij andere ondernemers. En dat is eigenlijk een van de redenen dat wij onder andere verhuisd zijn. Het centrumplan zou heel mooi zijn als het dat uit gaat komen in de toekomst. Voor ons was dit gewoon direct al een hele goede plek om te gaan zitten. En we hopen inderdaad dat het centrumplan ook echt uitgeoefend zou kunnen worden. Dat hier een mooi plein gaat komen met meer ondernemers. En dan zitten we helemaal op een fantastische plek. Waarom heet het geen boomverzekering? Nou, wij denken dat de kracht ligt bij constant van een bedrijf. We hebben zeker wel gedacht van, nou, qua logo zijn we dit jaar wel veranderd. Na 50 jaar, want mijn opa is het logo begonnen, hebben we dit jaar net aangepast. Maar wij vinden dat een naamsbekendheid heel veel kracht geeft. En om verwarring te voorkomen, hebben we het eigenlijk gewoon Schermer Verzekeringen / Regiobank gelaten. Jullie zijn nu een tweemanschap, een maatschap waarschijnlijk, in deze BV. BV, ja. En je vader was hard op de leiding. Maar ik neem aan, je hebt nu een andere functie gekregen. Wie heb jouw plaats ingenomen? Mijn plaats? Gedeeltelijk ikzelf. Ja, we blijven gewoon lekker een nuchter kantoor. Ja. Het is toevallig, we zijn eigenaars, maar we werken met een team van, we zijn met vijf collega's bij elkaar. En we doen gewoon alle zaken die we moeten afwikkelen en iedereen heeft zijn eigen specialisme. Welke disciplines hebben jullie eigenlijk allemaal in huis? We doen eigenlijk alle vormen van verzekeringen voor particuliere bedrijven. We doen heel veel aan financiële dienstverlening, zoals hypotheken, lijfrenteconstructies, persoonlijke leningen. En uiteraard alle activiteiten die horen bij de regiobank. Jullie hebben een onafhankelijke positie wat betreft de verzekeringen. Ja, klopt. Dus jullie doen eigenlijk alle verzekeringen? Ja. Nou, ik denk dat wij een onafhankelijke positie hebben voor, eigenlijk voor alle diensten die we aanbieden. Behalve voor de betaal- en spaarrekeningen. Dat zijn natuurlijk, bieden we alleen maar de producten aan van de regiobank. Maar als hypotheekadviseur ga ik echt kijken in de markt wie voor de klant de beste partij is. Is er veel veranderd in het gebouw? Zeker, ja. Ja. Nou, we staan nu bij de voordeur. Die zat er eerst niet. Die hebben we zelf gecreëerd. Een nieuwe spreekkamer. En de posities bij het toilet is wel allemaal een beetje hetzelfde gebleven. De zogeheten BNW-kamer is nog wel in stand. Maar wel met een frisse blik. En het vierkant is ook nog steeds te zien. Dus naar onze mening hebben we het geprobeerd wel wat huiselijker te houden. Maar zeker wel een nieuwe tint eraan te geven. Er komen nog weinig mensen, denk ik, voor de regiobank. Tegenwoordig alles via internet doen. Nee, maar daarom zijn wij ook iemand die ten opzichte van andere grootbanken ons onderscheiden. Want wij zijn juist wel een bank waar je naar binnen kan lopen en even een praatje kan maken. En daar onderscheiden wij ons hopelijk zeker in ten opzichte van de banken. Waar je een bandje in moet spreken als je even bel. Ik mis eigenlijk één dingetje hier op de toonbank. De Kika-beertjes. Ja, die hebben we ook. Ja, die moeten we nog uitpakken, denk ik. Ja, nee, die hebben we zeker. Ja, 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 absoluut. Ja. En er gaat inderdaad 1 euro naar Kika vanuit de regiobank als we die uitgeven. Veel succes.